Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een mini boozy shop bestelling. Ik had kwasten nodig voor de make-uplijst, dus ik heb kwast besteld. En een heel klein beetje iets anders, maar niet zoveel. Dus ik heb me niet al te veel laten gaan. En we gaan allereerst dit pakje open doen. Boozy Shop is trouwens een Nederlandse make-up winkel voor mensen die het niet wisten. Maar ze leveren ook in België en gratis boven zoveel euro. Zo, dit is open. En er zit van alles in. Allereerst dit. Omdat ze hun 10e verjaardag vieren met de boodschap Hey Phobe, thanks. Ze leggen er altijd een kaartje bij, maar voor de ene keer is het super feestelijk. En er zit ook een ballon in en die zat er nog nooit in. Die ga ik straks opblazen. En omdat ik jarig ben, zat er een cadeautje in. En dit is het cadeautje. Een blending brush van Boozy Shop. Komt altijd super goed van pas. En dit is wat ik gekocht heb. Altijd super goed verpakt. Een mascara slash wenkbrauw borsteltje. Ik heb al een mascara slash wenkbrauw borsteltje. Eigenlijk exact hetzelfde. Maar als ik met het ene mascara aanbreng, kan ik niet opnieuw met het andere de wenkbrauw kammen. Dus ik heb nog eentje. En een shader brush. Een smudge brush, dus een kleintje eigenlijk. Een large shader. Een highlighter. Oh, ik dacht dat die iets ronder was, maar dat is iets platter. Komt toch nog altijd van pas. Een tapered highlighter. Deze is wel mooi rond. Dat is wat ik zocht. Een precision shader. Een brow liner. En toen kocht ik nog het Revolution Soft Ultra Eyeshadow Palette. Ik vond het er echt super mooi uitzien. En er was reclame op Revolution, dus ik kon het echt niet laten. Er zitten 24 prachtige oogschaduwkleurtjes in. Groene tinten, paarse tinten, oranje tinten, heel klein beetje blauw tinten, roze tinten, bruin tinten, alles. En dan kocht ik nog twee pigment powders, een prachtige blauwe van het merk LA Colors en zijn de Ice Pigment Powders. We hebben in de les geleerd hoe dat je, oh, hoe noemt dat weer, een smoky eye kan maken. En ik vind dat er echt super mooi op om een accentje te doen. Dus heb ik er twee gekocht. Dit is de Icing Pigment Power in Glowing. En deze is een Twinkle. Een Twinkle, Twinkle, star. En omdat ik boven een bedrag zat van zoveel euro, kreeg ik deze gratis, de Dragon Hearts. Van iHeart Makeup The Highlighter. En ik vond deze echt zo mooi. Maar omdat hij redelijk onbruikbaar uitzag voor mij en in Denemarken, heb ik hem niet gekocht.
Maar als het cadeautje ga ik hem natuurlijk niet weigeren en bij mijn bestelling. En ik vind hem echt heel erg mooi. Net als de Mermaid Highlighter. Ook echt super, super mooi. Ik ga hem meteen open doen en dan kunnen jullie het zien. De Dragons Highlighter for your face and eyes. Ik denk dat het meer voor mijn ogen gaat zijn, maar je gaat zien. Het is echt een super mooie highlighter, maar niet zo super draagbaar voor mij. Kijk hoe mooi! Ah. Echt heel erg mooi. Hiervan word ik gewoon blij. Ik denk dat ik hem ga gebruiken op en rond mijn ogen. Ik denk niet dat ik hem kan gebruiken als highlighter. Daarvoor is hij echt veel te warm en ik ben daarvoor echt veel te licht. Ik denk met mensen met een warme ondertoon en een iets donkere huid dan mij, zou dat wel kunnen, maar voor mij niet. Zo, dit was dan mijn Bougie Shop shoplog. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren als dat zo was. En te liken als ik meer shoplogs moet maken.